Alle zorgverzekeraars hebben hun prijzen bekendgemaakt voor de zorgverzekeringen voor 2020. En dus is het nu aan ons om te gaan kijken van, is de zorgverzekering die we op dit moment hebben nog steeds de beste keuze voor het komende jaar? Want er kunnen natuurlijk wijzigingen zijn geweest in je zorgverzekering die je nu hebt ten opzichte van degene die je volgend jaar zult krijgen als je klant blijft. Waarschijnlijk is dat eerder in de prijs van het pakket dan in de inhoud van het pakket. Maar ook daar kunnen veranderingen in plaatsvinden. Maar mocht nou alles hetzelfde blijven, dan kan het zomaar zijn dat misschien de concurrent wel wijzigingen heeft doorgevoerd die het in één keer interessant maken om daarnaar te gaan kijken. En daarom is het aan te raden om elke november of december van het jaar even te kijken van hoe je ervoor staat met jouw verzekering, hoe de concurrentie het heeft. En dat is eigenlijk ook wat ik in deze video wil gaan doen. Ik neem je mee in deze video naar hoe ik keuzes maak voor mijn zorgverzekering voor het komende jaar en de tool die ik gebruik. Want ik heb namelijk een tool op mijn website gezet, passiefinkomen.nl/zorgverzekering, waardoor je snel overzicht kunt krijgen en misschien wel de beste keuze kunt maken die bij jou past. Al die informatie gaan we in deze video behandelen, dus laten we snel beginnen. Leuk dat je weer kijkt naar een nieuwe video van passiefinkomen.nl. Like deze video als je hem leuk en interessant vindt. En abonneer je hieronder op het kanaal om nooit meer een video te missen. Ik maak elke week 2 video's over dit soort onderwerpen. Over geld verdienen, geld beleggen en geld besparen. Nou, dat laatste onderwerp gaan we in deze video behandelen. Want misschien kunnen we wel geld besparen op onze zorgverzekering. Want zoals gezegd veranderen zorgverzekeraars vaak hun pakketten en in ieder geval hun prijzen. En dat is waarschijnlijk dit jaar ook wel weer het geval. Dus is het interessant om te gaan kijken dus of we misschien een betere keuze kunnen maken. En afhankelijk van je situatie, ook financieel, kun je best wel keuzes maken die je ook geld kunnen besparen. Zeker in de vorm van een verzekering, want net zoals bij dit, een zorgverzekering, dat is een maandelijks terugkerend bedrag. Dus als je ergens eenmalig de prijs kunt verlagen, heb je het gedurende het hele jaar daar elke maand voordeel van. En net zoals altijd zul je alle besproken links en informatie terugvinden in de omschrijving onder deze video. Nou, voordat we een goede keuze kunnen gaan maken, moeten we op een paar punten gaan letten. En laten we natuurlijk beginnen bij het eerste punt, en dat is de basisverzekering. Want je bent verplicht in Nederland een basisverzekering te hebben wanneer je in Nederland woont of werkt. En de basisverzekering is zeg maar een minimum set van eisen, bepaalde zorg die door de overheid is vastgesteld. Dus alle pakketten die je zult kiezen zullen altijd minimaal deze vorm hebben. Deze basis zeg maar van verzekeringen, vandaar dus de naam basisverzekering. En natuurlijk kun je naderhand nog bepaalde pakketten bijkiezen, aanvullende zorg. Maar in de basis is alle verzekering dus hetzelfde en dat is eigenlijk het minimum wat je moet hebben. En dat is ook altijd het minimum wat je kunt kiezen. Maar ook na de basisverzekering zijn er nog steeds verschillen. En dat zijn de type verzekeringen die er zijn. Dat zijn in het begin natuurlijk de budgetpolis, de naturapolis en de restitutiepolis. En het verschil in deze verzekeringen zit ten eerste in het aanbod van de zorgverleners die gecontracteerd zijn. En ten tweede in de vergoedingen die ze, eigenlijk hoeveel procent ze vergoeden van die zorg. En dat is weer een beetje afhankelijk van de zorg die je in het pakket zult hebben zitten. Maar om het iets duidelijker en inzichtelijker te maken heb ik een overzicht gemaakt. En laten we als eerste kijken naar de budgetpolis. Daarin zie je dat eigenlijk een beperkt aanbod van gecontracteerde zorgverleners hebt die 100% worden vergoed. En de rest, ongecontracteerde zorg dus, wordt voor 70% vergoed. Kijken we naar de Naturapolis, dan zien we een iets ruimer aanbod van gecontracteerde zorgverleners die 100% vergoed worden. En bij de rest, dus de ongecontracteerde zorg, wordt het voor 80% vergoed. En bij de restitutiepolis heb je volledige vrije keuze van alle zorgverleners en wordt alles 100% vergoed. Je ziet dus dat je de keuze hebt tussen 3 verschillende type verzekeringen van budget, natura of restitutiepolis. En de keuze hier tussen maken zal waarschijnlijk afhangen tussen 2 dingen. Aan de ene kant hoeveel zorg verwacht je het komende jaar nodig te hebben en hoe belangrijk is keuzevrijheid voor jou. Wil je naar alle zorgverleners kunnen gaan dat alles vergoed wordt of ben je tevreden met iets minder keuzevrijheid? Zoals gezegd heb ik op de website een tool gemaakt om makkelijk dingen te vergelijken en ook selecties te kunnen maken. Dus gaan we daar nou naar kijken, dan zien we linksboven de mogelijkheid om op basis van type verzekering een onderscheid te maken. Nou, zelf kies ik liever voor restitutie, dus dat klik ik aan. Dit is omdat ik eigenlijk minder zorgkosten verwacht en ik natuurlijk volledige vrijheid wil om het zelf te kunnen kiezen. Nou, je ziet dan verschillende aanbieders veranderen. Op dit moment staat Ora nog bovenaan met €116,50. Maar klikken we het weer uit, dan zul je zien dat in één keer Just bovenaan staat met €107. En dus kun je eigenlijk zeggen, het verschil tussen budget en restitutie is €9,50 in de maand. En dat is dus eigenlijk het bedrag dat je betaalt voor die keuzevrijheid die je wilt hebben. Zoals gezegd, ik kies dan voor die restitutiepolis, omdat ik dan in ieder geval weet dat ik
ja, alle keuzevrijheid heb die ik wil. Dat ik een ziekenhuis in de buurt naartoe kan gaan voor de zorg die ik nodig heb. En het kost dan wel 9,50 in de maand meer. Maar wanneer ik zorg nodig heb en ik moet een stukje verder rijden, dan ben ik het ook kwijt. Misschien aan wel een tijd, benzine, parkeergeld, noem het allemaal maar op. En op deze manier heb ik eigenlijk zekerheid. Ik weet wat het bedrag is. Ik weet dat ik overal alle zorg voor 100% vergoed krijg. En dat is dus een keuze die ik maak. Nou ben ik wel weer iets duurder uit dan met die andere optie, maar ik kan juist besparen op de tweede stap. En dat is door je eigen risico te verhogen. En het verhogen van eigen risico is dan juist wel interessant voor mensen die aan de ene kant weinig zorgkosten verwachten in het komende jaar. En ook tegelijkertijd genoeg spaargeld, een buffer hebben om eventuele zorgkosten zelf te kunnen betalen. Want je hebt namelijk de keuze om je eigen risico te verhogen. Standaard is het €385, maar je kunt het verhogen met €500 per jaar naar een eigen risico van €885. En juist door dit hoger eigen risico heb je lagere maandlasten. Natuurlijk omdat je eigen kosten die je zult gaan maken eerst zelf betaalt. Dus er is minder risico voor de zorgverzekeraar om kosten te hebben. En dat verrekent natuurlijk in de maandelijkse prijs van je zorgverzekering. Dat zien we dus ook weer terug in die tool. Laten we even verder gaan kijken. Zoals gezegd, we zaten nog bij Ora bovenaan als restitutiepolis met €116,50. Klikken we nou links het eigen risico aan en verhogen we dat naar €885. Dan daalt het maandbedrag in één keer naar €99,83. Oftewel €16,67 per maand is dat. Nou, dat scheelt dus €200,04 per jaar. Dus alleen om je eigen risico te verhogen met €500 bespaar je zeg maar €200 per jaar. Dat wil dus zeggen dat wanneer jij de komende 2,5 jaar geen extra zorgkosten hebt, je het eigenlijk al terug hebt verdiend, je eigen risico. En dat maakt het dus interessant, waarschijnlijk voor veel mensen op dit kanaal die al een eigen buffer hebben opgebouwd, die genoeg spaargeld hebben om eventueel extra €500 aan kosten te kunnen opvangen zelf. Voor die mensen is het dan juist interessant om dus het eigen risico te verhogen, omdat je de mogelijkheid hebt om de kosten op te vangen. En zeker wanneer je in combinatie bent dat je weinig onkosten verwacht, weinig zorgkosten verwacht, is dit een makkelijke manier om geld te besparen op je zorgverzekering zonder in te leveren, zeg maar, op kwaliteitszorg of keuzes die je hebt of vergoedingen. En dat is dan ook de reden geweest dat ik een verhoogd eigen risico heb. Dat heb ik vorig jaar en volgens mij de jaren daarvoor ook al gedaan. De afgelopen jaren heb ik eigenlijk nul zorgkosten. En ook voor het komende jaar verwacht ik niet echt zorgkosten. En zeker met de buffer die ik heb, kan ik eventuele zorgkosten makkelijk zelf opvangen. Zeker de standaard €385, die zal ik waarschijnlijk toch niet halen, die iedereen al heeft. Dus dit is een interessante optie voor mij om zeg maar €17 bijna per maand te besparen. Een derde punt waar we op moeten letten zijn de tandartskosten, want voor de meeste volwassenen zullen de kosten niet vergoed worden. Dit valt buiten het basispakket. Voor jongeren tot 18 jaar zit de meeste tandheelkundige zorg dan juist wel in de basisverzekering. Maar voor volwassenen is dit eigenlijk alleen het geval bij ernstige problemen of wanneer je een bezoek moet brengen aan de kaakchirurg. Tandartsverzekering is dus eigenlijk een aanvullende verzekering en je moet dus voor jezelf in gaan schatten van wat zijn de kosten die ik de komende 1 of 2 jaar verwacht. In ieder geval op het gebied van je tanden. Dat kun je natuurlijk ook gewoon navragen bij je tandarts. Bel hem op of misschien heb je nog een bezoek de komende maand. Vraag dan aan de tandarts welke kosten kan ik het komende jaar, 1,5, 2 jaar verwachten. En op basis daarvan kun je dan voor jezelf beslissen, is het nodig om extra tandverzekering af te sluiten? In het geval van deze tandartsverzekering is het wel zo dat de zorgverzekeraar jou moet accepteren. Je kunt dus te maken gaan krijgen met een tandartsverklaring, een vragenlijst of een wachttijd. En gaan we weer even kijken in de tool hoe het daar staat. Dan zul je zien dat er verschil is tussen tandarts of orthodontie. En bij beide keuzes heb je eigenlijk verschillende mogelijkheden. En daar zie je dus het bedrag waarvoor je verzekerd wilt zijn en voor welk percentage je verzekerd wilt zijn. Nou heb je heel veel keuzes. En zoals gezegd is het best wel afhankelijk van je eigen situatie. Dus bereken ook vooral wat jij verwacht de komende 1 of 2 jaar te hebben aan kosten. En kijk dan welke mogelijkheid of keuze het beste bij jou past. Zelf kies ik niet voor de tandartsverzekering. Ik geloof dat ik het afgelopen jaar nog geen 3 tientjes heb betaald aan de tandarts. Dus ik heb de kosten niet om het te rechtvaardigen om het te doen. Ik kan ze makkelijk opvangen als ze er wel zijn, maar ik verwacht ook het komende jaar weinig problemen. Dus dat is voor mij geen reden om hem af te sluiten. En dan komen we aan bij het vierde punt en dat zijn de aanvullende verzekeringen. Want net zoals bij tandartskosten kun je nog heel veel andere dingen extra verzekeren. Denk hierbij bijvoorbeeld aan fysio, aan bril of lenzen of aan medicijnen. En eigenlijk geldt hier hetzelfde als bij tandartskosten. Het is heel erg persoonlijk en afhankelijk van je eigen situatie. Breng dus in kaart wat jij in ieder geval de komende 12 maanden verwacht aan kosten in dit soort gebieden. En ga op basis daarvan kijken of het interessant is om aanvullende zorgverzekeringen erbij te kiezen. En ik zal er niet al te veel op ingaan, want als je in de tool kijkt zijn er zoveel mogelijkheden. Dat is dus zoals gezegd heel erg persoonlijk. Je ziet heel veel keuzes bij elk van deze onderwerpen. En voor mij zal het eigenlijk niet aan de orde zijn. Misschien alleen bij lenzen. Daar kun je bijvoorbeeld kiezen tussen 50, 100, 150, 200.
extra verzekeren. Maar ja, de kosten die ik dan maak, die zijn eigenlijk hoger dan wanneer ik iets zelf zou betalen. De afgelopen jaren heb ik bijvoorbeeld ook een keer lenzen gekocht of een bril. Nou, dat zijn de kosten misschien 100, maximaal 200 euro. Maar als je al per maand meer gaat betalen, ja, dan is het gewoon voor mij verstandiger om het zelf te betalen. En dan komen we aan bij het laatste punt van deze video. En dat is eigenlijk een samenvatting om tot een goede keuze voor het komende jaar met betrekking tot je zorgverzekering te komen. Want door middel van de tool die ik op de website heb gezet, kun je al vrij snel een selectie maken om te kijken wat waarschijnlijk het beste bij jou past. Maar vertrouw niet alleen daarop. Bezoek ook de website van de zorgverzekeraar die dan in dat geval bovenaan komt te staan bij jou. En kijk wat ze voor informatie op de website hebben staan. Lees ook zeker de voorwaarden nog een keer van die hele verzekering. En mocht je nou overstappen, dan zal het waarschijnlijk zo zijn dat je nieuwe zorgverzekeraar de verzekering bij je oude zorgverzekeraar opzegt. Maar controleer dit in ieder geval. Dit moet gebeurd zijn voor 31 december van het jaar. En je nieuwe zorgverzekering kun je dan weer afsluiten tot eind januari. Maar de hele zorgverzekering loopt altijd van het begin tot eind van het jaar. Dus van 1 januari tot en met 31 december ben je altijd bij dezelfde zorgverzekeraar verzekerd. En dan heb ik het in deze video ook vooral gehad over eventueel besparen op je zorgverzekering. Maar let niet vooral op de kosten. Let vooral juist op de zorg en de zorgkosten die je verwacht voor het komende jaar. En baseer daar de juiste zorgverzekering op. In jouw geval dus. Want geld is niet het belangrijkste. Dat is juist je gezondheid en de zorg die je eventueel nodig hebt en krijgt en vergoed wordt. En geld komt dan op een tweede plaats. Het is natuurlijk leuk als je in hetzelfde pakket met dezelfde voorwaarden geld kunt besparen. Dat moet je dan ook zeker niet laten, zou ik zeggen. Maar ga altijd ervan uit dat je in ieder geval het pakket kiest wat in ieder geval het beste bij jouw financiële situatie, maar ook bij de gezondheid past die je op dit moment hebt of verwacht in het komende jaar. En daarmee zijn we aan het einde gekomen van deze video. Ik hoop dat je het interessant en leuk hebt gevonden. In dat geval geef even een duimpje omhoog. Mocht je nou nog, zoals gezegd, besparen, is het alleen maar mooi meegenomen. En ook in de volgende video zal ik daar trouwens verder op ingaan. Want dan gaan we kijken naar Black Friday. Dat staat ook weer bijna voor de deur. Dus op die manier kun je misschien wel besparen op bepaalde aankopen of kosten. Dus zeker een interessante video om te gaan kijken. Mocht je in ieder geval nog vragen of antwoorden hebben of suggesties over deze video, laat in ieder geval weten in de reacties onder deze video. En als je nog steeds aan het kijken bent, is het waarschijnlijk een interessante video geweest. Zoals gezegd maak ik elke week 2 video's die gaan over persoonlijke financiën, investeren en beleggen of passief inkomen. Ben je nog geen lid van het kanaal, maar wil je geen enkele video meer missen? Klik hieronder op abonneren, klik op het bel-icoontje, zodat je altijd weer een melding krijgt als er een nieuwe video online komt. En dan zie ik je graag in de volgende video weer terug.